Ja, Maurice, vrijdagavond, morgen de moeilijke uitwedstrijd tegen PEC Zwolle programma. Hoe staat het ervoor? We staan er goed voor. We zijn goed doorheen gekomen met de wedstrijd van Den Bosch. Of zeg maar ook de afgelopen weken, want 3 wedstrijden in een week tijd, over 8 dagen tijd. We zijn goed doorheen gekomen, goed hersteld. Dus we zijn weer fit om morgen te presteren. Ja, PEC Zwolle treffen we een tegenstander die wat ook vorig jaar Eredivisie heeft gespeeld. Die wat ook heeft laten zien bij andere moeilijke tegenstanders te kunnen scoren. Tegen Heracles staan neergezet. Hoe bereid je dan voor op zo'n wedstrijd? Nou, we bereiden ons gewoon voor zoals dat andere wedstrijden. En elke wedstrijd voor ons is gewoon een uitdaging. En deze ook. Ja, natuurlijk komen we hier bij andere dingen bij kijken. Hè. Vol stadion, 14.000 man. Maar goed, de laatste weken hebben we ons hier ook goed op voorbereid, want het wordt hier ook steeds drukker. Dus, maar goed, onze voorbereiding is niet veel anders dan de andere. Ja, PEC Zwolle heeft zelf een vol stadion. We hebben zelf ook een vol uitvak meegenomen. 330 mensen gaan sowieso mee naar Zwolle. Is er iets waar ze rekening mee moeten houden als ze naar ze kijken? Nee. Ik denk dat je die wedstrijden die wil je spelen als profvoetballer. Hier moet je van genieten. We hebben het al eerder laten zien in Almelo. Dus we moeten gewoon lekker gaan voetballen en onze huid zo duur mogelijk verkopen. En de dingen doen waar we afgesproken hebben en waar we goed in zijn. Ja, dan kunnen we voor een resultaat gaan. Zijn er nog blessures? Nee, iedereen is er goed doorheen gekomen. Het enige is dat nog steeds, we hadden anders gehoopt, maar voorgaan is nog steeds een twijfelgeval. Maar goed, die verwacht ik morgen niet bij te zijn. Maar de rest is fit. Dus we kunnen met een redelijk fitte groep afreizen naar Zwolle. Dankjewel Maurice, heel veel succes morgen. Dankjewel. Matteo, morgen tegen PEC Zwolle, moeilijke tegenstander. Hoe is de afgelopen week gegaan met trainen? Goed. We hebben geanalyseerd hoe dat PEC Zwolle speelt. Wij hebben onze eigen wedstrijden ook geanalyseerd, gezien wat goed ging, gezien wat fout ging. En gezien waar de mogelijkheden liggen bij PEC Zwolle. Die zijn er sowieso. Dus we gaan morgen met heel veel moed naar PEC Zwolle toe. Ja, niet alleen jullie reizen morgen af naar PEC Zwolle. Ook 330 supporters van ons maken de reis naar Zwolle. Ja. Jullie gaan natuurlijk wel voor de 3 punten. Ja, natuurlijk. Hè. We staan een puntje onder PEC Zwolle, denk ik, of 2. We zijn nu 6 wedstrijden ongeslagen. Dus het wordt een heel mooie wedstrijd. Het is een topper in de KKD met 330 fans van Maastricht. Dat is een hele mooie wedstrijd, een uitverkocht Zwolle. Dus het gaat een heel mooie wedstrijd worden. Ja, je zegt net zelf al, een topper in de KKD. Wie vorig jaar had gezegd dat we momenteel derde zouden staan, zouden strijden om de tweede plek met PEC Zwolle. Ja. Ik denk dat iedereen jou voor gek had verklaard. Ja, ik had mezelf ook niet geloofd als ik het nu gezegd had. Dus, maar nee, kijk, we hebben een hele, hele hechte groep. Een groep die voor elkaar wil werken en een groep die gewoon veel kwaliteiten heeft. En dat zie je ook op het veld. We laten het ook zien met mooi voetbal, met strijdlust, met kracht. Dus het is niet gestolen dat we tweede staan, of derde. Voilà. Nee, ook de afgelopen wedstrijden gaan goed. We staan om een ongeslagen thuisreeks al vanaf vorig seizoen. Ja. De ongeslagen reeks is ook al een aantal wedstrijden onderweg. 5 of 6 uit mijn hoofd. Ja, 6. 6 zelf. Goed dat je het weet. Voilà. Die gaan we natuurlijk wel proberen voor te zetten. Ja, tuurlijk. Hè. We zitten in een goede flow. En we hebben vertrouwen. Dus we gaan morgen gewoon vol voor die 3 punten. En dan gaan we er 7 maken morgen. Zeker. En als we dan een weekend kunnen beginnen met een tweede plek. Voilà, zo is het. Dankjewel, Matthijs. Tot morgen. Dankjewel.